Lieve mensen, met Christel. Jij komt net terug van bloedprikken. Noem eens even voor de hoge bloeddrukpillen die ik heb. Kijken of je geen nierschade krijgt. Dus dat heb ik net gedaan. En we gaan zo meteen ook richting Nijkerk. Dus ik dacht, doe even gauw nog een reading. Mijn man is even boodschappen doen. Dat doet hij meestal vrijdags. Voor de hele week. Dus hoef ik zelf niet meer eruit. Het was toegekomen met die kapjes. Dat ik niet de winkels in hoefde. Dus vandaag even gewoon een reading nu aan weg is. Dus laten we even kijken. Dit is een kies je kaart reading. En gewoon boodschappen voor jezelf. Het is uit de Sacra Wijsheid orakelkaarten, deze. Dus geniet van de keuze die je gemaakt hebt, de vogel die je kiest. De eerste groep is huismus. Tweede groep is de Amerikaanse torenvalk. De derde groep is robijnkeel kolibrie. Dan hebben we de vierde groep is de kalkoen. De vijfde groep is de merel. En de ijsvogel. Ja, ik weet dat ik hoop dat ik hem nog voor die tijd voordat we weg gaan op kunnen nemen. Anders komt hij vanavond. In ieder geval zou ik alle aanraden even de Effen Babbel video van die ik straks heb opgenomen. Even kijken, het gaat om onze kinderen. En wat ze willen doen met onze kinderen. Dus ik zou zeggen, ga die even kijken. In ieder geval tot zometeen bij de eerste groep, de huismus. De eerste groep, jullie hebben emotionele balans, stabiliteit, harmonie, vrede en soepelheid. En je ziet een hele mooie regenbogen uit die cup komen. Cup is natuurlijk ook liefde, misschien wel emotionele balans in de liefde. Hier staat ook, ga naar binnen om je glas te vullen. Dat creëert een krachtige, evenwichtige basis voor al onze handelingen in de wereld. En als we onze aandacht richten op het creëren van orde, vrede en balans in ons externe leven, bevordert dat ook de harmonie van binnen. Vanuit deze stabiele en evenwichtige plaats merken we dat we beter toegerust zijn om te reageren op de ervaringen in het leven en emoties daarmee gepaard gaan. Zie uw emoties als een natuurlijke rivier, reinigend, vullend, overstromend uit uw levensglas. Erken en uit uw gevoelens. Laat ze niet overweldigen door uw gevoelens, maar negeer ze ook niet. Laat ze opborrelen tot ze uitbarsten. Geef uzelf de ruimte om de energie van uw emoties te voelen, uiten, integreren en terwijl ze door u heen stromen. Het is tijd om u te richten op het ontwikkelen van een emotionele innerlijke balans. Al het andere in het leven valt dan harmonieus op zijn plaats. Dus misschien moet er wat iets in balans gebracht worden, zodat er weer harmonie, vrede en weer dat je goed voelen komt. Energie stroomt daarheen waar de aandacht naar uitgaat. Dus het is nu de tijd gekomen om diep na te denken over deze wijsheid in de emotionele balans in uw leven. Goed, dankjewel voor het kijken en dan gaan we naar de volgende groep. Doeg! De volgende groep is de Amerikaanse torenvalk. Ik heb moeite met praten. Goed, seksualiteit, openheid, delen, schoonheid, eer. En er staat, het is tijd om uw verlangens uit te uiten en te ervaren. Om de kracht van uw seksuele energie te eren als creatieve levenskracht. Niet alleen in vereniging met iemand anders, maar ook in uw leven. Op een oppervlakkig niveau is deze kaart een uitnodiging om bewust te worden van uw seksuele waarden, behoeften, verlangens en ze delen met uw partner. Praat over wat u prettig vindt. Open de deur om angsten en beperkingen los te laten die u beide misschien met u meedraagt uit het verleden. Ere uw ware gevoelens over seks en seksualiteit. Ja, seksualiteit is natuurlijk een energie, die is ook door God gegeven. Hè. Er is helemaal niks slechts aan en je mag ook genieten van de seksualiteit. Het is tijd om je comfortabel te voelen met de unieke essentie van uw lichamelijke vorm, wie u bent, uw kleuren en texturen.
en de manier waarop u zich kleedt, uw geur en lichaamstaal. Probeer deze hoge energie zowel in uw intieme partner als in uzelf te erkennen en te voelen. Erken de schoonheid van de vereniging van twee zielen. Hoe de energie wordt uitgewisseld, staan de pure liefde en plezier van geven en nemen toe om het op te vullen en door u heen te laten stromen. Dus voel je niet schuldig, hè, om gewoon te genieten van seksualiteit. Eer de gewijde kracht van uw seksuele energie in het leven. Nou, een hele mooie boodschap voor de tweede groep. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Oké, de volgende groep, de robijnkeel kolibri. U hebt de kaart zelfvertrouwen. Er staat vertrouwen, eigenliefde, eigenwaarde, trots. Die staat echt mooi in het zonnetje, lijkt wel, met de zonnebloemen. U bent waardevol, u bent uniek, krachtig. Laat de zon die u bent vandaag schijnen in het handelen en uw wezen. In uw handelen en uw wezen. Midden in het veld zonnebloemen staat een vrouw met natuurlijk vertrouwen in de dag. Haar voeten staan stevig op de aarde. Ze weet waar ze vandaan komt. Ze is verbonden met haar bron. De zon staat in haar rug en schijnt zo warm op haar dat het door haar heen lijkt te komen als haarzelf. Ze uit openlijk haar uniekheid met gevoel van innerlijke vrijheid die voorkomt uit weten wie ze is en genieten van wie ze is. Het is tijd om op te staan en de unieke persoon die u hier moet zijn, volledig te omarmen. Volg uw innerlijke stem. Voel hoe geweldig u bent en zoals u bent. Uit uzelf op eenvoudige, authentieke manieren. Als we altijd proberen anderen te plezieren en ons aan te passen, zijn ons zelfvertrouwen en ons eigenwaarde altijd afhankelijk van hun goedkeuring. Ja, dat is natuurlijk niet goed, hè? Het is tijd om uw diepe innerlijke kracht terug te pakken en vertrouwen om gewoon uzelf te zijn, weer terug te krijgen. Erken uw beste kwaliteiten en wees trots op hoe u uzelf presenteert en leert te houden van uw foutjes als essentiële aspecten van wat van u de unieke mens maakt die u bent. Ja, fouten maken is niet erg. Ja, zoek de ware kracht in jezelf. Domp uzelf in activiteiten die jezelf bewustzijn en zelfvertrouwen vergroten. Ja, kies een leuke hobby, nieuwe vaardigheden, ga de natuur in. Laat uw zelfvertrouwen vandaag schijnen als een innerlijke zon. Neem het risico om te zijn en te uiten van wie u echt bent en kijk hoe de wereld om u heen u viert. Nou, hele mooie zonnige kaart voor deze groep. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Nou, de volgende groep is het kalkoentje, het mannetje. Jullie hebben passie, verlangen, plezier, vervulling en vreugde. De voornaamste punt van uw kracht zit hem in de moed om uw passie volledig te laten ontbranden. Soms zitten we vast in pogingen om ergens te komen of iemand te zijn op basis van externe druk en verwachtingen. Dus je soms sta je onder druk en dan denk je van wat zullen mensen van mij verwachten? En je mag gewoon jezelf zijn, hè? We zitten al zo lang vast in onze dagelijke routines dat we vergeten waar we passie voor hebben. We zetten dingen die we echt heel graag doen opzij met als motivatie dat wanneer we eenmaal X hebben gedaan, deze baan hebben gekregen, het doel hebben bereikt, de vrijheid en de macht hebben om te doen wat we echt willen. Wat als je zou weten dat je voornaamste punt van kracht is om echt het leven te leven dat u moet leven, in de kern zit van datgene waar u het meest van houdt. Het is tijd om uzelf toestemming te geven voor meer dingen te doen die u echt tot leven brengen. Te herinneren waarvoor u vroeger uit bed kwam. Dus ja, waar zit je passie, hè? Wat brengt de vonk in uw ogen en lichtheid in uw stap? Wat vult uw lichaam met zoveel enthousiasme
dat het diep in je ziel een glimlach opwekt. Het is waar dat liefde het vermogen heeft om alle wonden te genezen en alle deuren te openen, maar het is de passie die het ons mogelijk maakt om er door te lopen naar de andere kant. Zoek manieren om in uw dagelijks leven opnieuw dingen te doen waar u gepassioneerd over bent. Dan zal de energie van uw innerlijk licht u leiden naar een heldere en gedurfde nieuwe weg van expressie in de wereld. Volg het ritme van uw passie. Nou, hele mooie kaart. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Hallo groep 5 met de Merel. Welkom. Jullie hebben de kaart thuis. Beschutting, veiligheid, verzorging, warmte. Leuk, hij hangt in een hangmat. Een soort wezel of fret, wat is het? En hier staat, uw thuis is een weerspiegeling van wie u bent. Draag zorg voor de aard van uw toevluchtsoord in het leven. Een fret, ja, het is een fret, ligt vredig genesteld in een mosgevulde hangmat in de holte van een boom. Hoog in het bos, met een compleet uitzicht over de wereld, kiest hij een moment om zijn blik af te wenden van de onrust en de drukte van het leven naar het toevluchtsoord van een thuis. Binnen deze eenvoudige ruimte heeft hij opgeëist voor zichzelf. Wordt hij omgeven door de liefhebbende armen van rustgevende herstel en vindt hij alles wat hij nodig heeft om zich veilig en zeker te voelen. Verweven in de rustige onschendbaarheid van dit toevluchtsoord kan hij door te dromen nieuwe mogelijkheden in het hele web van zijn wezen brengen. Ons thuis moet een veilige haven zijn, een stevige basis waar we ons veilig en gekoesterd kunnen voelen. Een plaats waar we ons schild kunnen laten vallen en rust kunnen vinden. Vrij om onszelf te zijn, ons huis is een levende verzameling van zelfexpressie. Deze kaart is een oproep om tijd te nemen om uw huis te erkennen en creëren als een gewijde weerspiegeling van uzelf. Kies kleuren en foto's die aspecten van uw karakter vertegenwoordigen die u het meeste wil uiten. Vul uw huis met trillingen van levende planten en de geur van verse bloemen. Ruim de rommel op en zet de ramen open, zodat de frisse lucht en nieuwe energie gemakkelijk in en uit kunnen stromen. Deze kaart stimuleert u om liefde en tijd in uw huis te steken, want deze dingen maken van uw huis een thuis. Geef iets van uzelf en uw huis zal deze in liefde aan u teruggeven. Mooi, mooie kaart. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Hallo, laatste groep met de ijsvogel. Wil staat expressie, assertiviteit, zelfbeheersing richting. Ja, de schildpad komt van ver, hè? Terwijl u in de richting van uw missie gaat en de richting van wat uw hart zegt gaat, stemt u zich af op het universum, waardoor uw hoogste weg zich voor u kan ontrollen. Zandheuvels strekken zich uit tot diep in de nevel. Het is onmogelijk te zeggen hoe ver de schildpad is gekomen en hoe ver hij nog moet gaan. Geleid door oude kennis en een diep gevoel van innerlijke richting beweegt hij voort met gestaagde vastberadenheid. Hij verspilt geen energie met achterom kijken, maar hij kijkt ook niet te ver in de toekomst. Hij is intens toegewijd aan elke stap vooruit terwijl hij een pad voor zichzelf maakt. Hij weet dat hij precies zal aankomen waar hij moet zijn op precies hetzelfde moment. Met zijn wilskracht. Deze kaart gaat over expressie en communicatie van onze wil. Hij gaat over onze meningen en gevoelens gemakkelijker een stem geven om trots te melden wie we zijn. Hij gaat over in staat te zijn uw wil te doen gelden. Dat u zich kunt beheersen en persoonlijke grenzen en keuze kunt vasthouden. Als we een sterke wil hebben, zijn we in staat om weerstand, twijfel, meningen en oordelen van anderen en van onszelf te overwinnen. Dus deze kaart stimuleert u om te erkennen wie u bent en daarop afgestemd te gaan leven, om uw waarheid te spreken, te communiceren en volledig te uiten. Als we sterke wil hebben, zijn we niet dwingend. We zijn gewoon zeker van wie we zijn
En wat we doen, we hoeven anderen niet te controleren of te domineren, maar staan onszelf ook niet toe uit koers of balans te raken. Als onze wil betrokken is, zit een rustige nederige kracht in onze woorden en daden. Onze unieke weg ontrolt zich voor ons, onze echte wil en die van het universum zijn dan op elkaar afgestemd. Door een sterke wil kan onze waarheid schitteren. Nou, heel mooi. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Heb een fijne dag. Doei.